Hey, goed dat je kijkt naar deze video. Dit is de video die hoort bij de opdracht stoel of zitmeubel van het keuzedeel K0332, specialisatie CNC operator voor de meubelindustrie. En ik ga je vandaag laten zien hoe je een vectorbestand kan inladen, dus eigenlijk iets wat je van internet kan downloaden of misschien wel zelf hebt getekend of iemand anders voor je heeft getekend in AutoCAD. Een PDF-bestand zou kunnen, iets in ieder geval met mooie strakke lijnen. En dan gaan we importeren en ik ga je laten zien hoe je deze stoel kan gaan maken. Het begint met de Create a New File. En de stoel die ik vandaag kies, die past alleen maar in een plaat, in een halve plaat. Dus die is 1,22 bij 1,22 of 1220. En ik neem een diepte van, ja, ik heb hem gemeten, mijn plaat, die was 19,3. En ik zal je zo meteen uitleggen waarom. Het is namelijk een populiere multiplex plaat van 18 mm die we aan twee zijden hebben beplakt met HPL. En heb ik gemeten met mijn schuifmaat, afgelezen 19,3. Material surface links bovenin. De XY links onderin, dus de rode punt staat links onderin. Hier, dit gaat alleen maar over je afbeelding of hoe het eruit ziet. Dus het heeft verder helemaal geen functie. Die mag je mee doen wat je wil. Het eerste wat we gaan doen is een bestand downloaden uit het keuzedeel. Dus als je in het keuzedeel bent, in LearnBeat, dan kun je de opdrachten, de praktijkopdrachten vinden. En hier ben je al doorheen, het naambordje en het reclamebord. En onder stoel vind je de volgende opdracht. De stoel die wij gaan maken vandaag is de Valofi Chair. En die is opgenomen in het Vitra Design Museum. Een hele bijzondere stoel, want die is ontwikkeld door een firma Opendesk uit Londen. En die hebben als eerste ter wereld een heel nieuw concept van meubelmaken bedacht. Waarbij mensen eigenlijk een tekening kopen en die door een CNC-fräser in de buurt kunnen laten maken onder licentie. Nou, dat was een revolutie en natuurlijk ook wel heel mooi design. En daarom is dit een echte designstoel. Wij gaan hem alleen niet in Berken multiplex maken zoals je hier ziet. We maken hem van populiere multiplex en we gaan hem aan twee kanten beplakken met HPL om het ietsje moeilijker te maken. En om verder te komen moet je het bestand downloaden. En het bestand is een DWG-bestand. DWG-bestanden zijn eigenlijk de AutoCAD-bestanden van vroeger. DXF of DWG-bestanden kun je heel goed inladen. Zijn goede lijnbestanden, vectorbestanden die Vectric goed kan lezen. Druk op download. Ik maak een nieuw mapje. Ctrl-Shift-N. Dat is de sneltoets. Ik hou van mapjes. En ik noem hem Valofi. Zo, openen. En daar ga ik hem zo meteen inzetten. Opslaan. Want er komen meer bestanden bij en zo werk ik gestructureerd en kan ik straks alles makkelijk terugvinden. Dan is de volgende stap VCarve. Terug naar VCarve, File, Import. Oh, by the way. Ik gebruik ook deze YouTuber die echt hele goede video's heeft over VCarve. En ik zou jullie aanraden ook zijn video's te kijken, want de truc die ik jullie vandaag leer over hoe je een object kan draaien in VCarve, heb ik gewoon gekopieerd van deze video. Dus maak ook gebruik van YouTube als je vragen hebt over VCarve. File, Import, Vectors. En ik zal een linkje zetten trouwens in de video, zodat je dit kanaal makkelijk terug kan vinden. Ik ga naar het bestand Valofi, openen en ik druk op het bestand openen. Het duurt even voordat het bestand is ingeladen. En je ziet, het is een bestand van Opendesk. Het is niet de bedoeling dat je hier massaproductie mee gaat maken. Daar kan je misschien wel iets bij voorstellen. Er staan hier ook allemaal regels waar je aan moet houden. Maar er staat ook bijvoorbeeld heel veel informatie over de tekening. Nou, ik zou je aanraden om zeker de eerste keer te lezen, of in ieder geval te proberen alles te lezen. Voor de opdracht is het niet per se nodig, dus ik ga de tekening even opschonen. Delete al die tekst, want die heb ik helemaal niet nodig. Ik delete ook deze lijnen en dan zie je eigenlijk, als je al snel kan kijken, dat er hier twee stoelen in beeld staan. En deze mag ook helemaal weg. Dan ga ik de tekening nog verder opschonen. Want zoals je ziet,
zitten er wat dubbele elementen in. Namelijk, als je even teruggaat naar dit plaatje, zie je, er zijn twee van deze delen. En wat ook heel makkelijk is aan deze stoel, is al die zitting- en rugdelen zijn exact hetzelfde. En die ga ik even allemaal weggooien, want dat maakt het een stuk eenvoudiger zometeen. Geldt ook voor deze. En dan zie je eigenlijk dat deze stoel maar bestaat uit 1, 2, 3, 4 echte elementen. Om het mezelf makkelijk te maken, vind ik het fijn als ze ook nog eens recht in de tekening staan. En om iets recht te zetten, ik zou willen dat het makkelijk kon, maar in VCarve is het best wel ingewikkeld. Er zijn twee methodes, ik ga ze allebei laten zien. De eerste, en ik heb ze dus geleerd van deze gast, hè. Even kijken. Learn your CNC. Ga hem 18k abonnees. Niet voor niks. Hij is echt heel snel en heel goed. Beter dan ik. Dus ga je ding roteren. Dan doe je dat. Kan je dat doen met deze tool. Measure. Ik meet een rechte lijn op deze manier. En als ik dat heb gedaan, dan zie je hier de angle. Namelijk 10,90 graden. Dat wijkt die af, zeg maar, van het 0 graden grid. Wat dus 90 en... Dus dat wil ik hem eigenlijk gaan draaien. En dat doe ik dan met de Rotate Tool. Moet ik hem wel goed onthouden. Dus. Ik meet hem op. Zo. En dan zie ik dus 10,901 graden. En die schrijf ik even op. Ergens. Ik heb hier een mooi kladblok. Daar ga ik hem even opzetten. En dan kan ik hem ook kopiëren zometeen weer in mijn waar ik hem wil hebben. Ctrl-C. Nu gebruik ik de Rotate Tool. Dat is deze. En als ik hier in deze puntjes klik, dan zie je dat er zo'n viziertje komt te staan. Nou, dat is mijn draaipunt. Dat is mijn pivot point. En als ik die verschuif even naar die lijn die ik dus die graden wil draaien, dan gaat die dus vanaf hier zo meteen draaien. Kijk, kan ik laten zien. Zo, hij gaat nu op dit punt. Dit is mijn pivot point, zeg maar, waar ik mijn passer neerzet. En ik wil hem dus hier die graden laten draaien. Ctrl-V. Als ik dit doe, draait hij zo meteen de verkeerde kant op. Kijk maar, dan gaat hij de verkeerde kant op. Ctrl-Z. Er moet dus een minnetje voor. Min, enter. Nu heb ik hem open, een mooie rechte lijn staan. Kan ik nog even checken of ik het goed heb gedaan door er gewoon even een referentielijn naast te tekenen. Nou, dat ziet er echt heel goed uit. Dus dat is gewoon goed. En ik ga hem nog een keer 90 graden naar links draaien. 90, enter. En dan staat hij gewoon mooi rechtop. Hetzelfde ga ik doen met deze. Daar gebruik ik een andere manier voor. Hier teken ik even een referentielijn. Gewoon een lijn, extra lijn. Daar doe ik niks mee. Het is alleen maar om even te meten wat de hoek is. En dan gebruik ik de Dimension Tool. Dan zet ik mijn Dimension Tool op Angle Dimension. En mijn decimalen op 4 decimalen. Dat is wel heel exact. Ik klik links onder in de hoek, of in de punt van mijn driehoek. Dan in de andere spannen van mijn driehoek. En dan krijg ik de graden te zien ook van hoe deze staat. En die staat op 25,5841. Nou, ook heel exact. 25,5841. Dus die moet ik zo meteen ook even kopiëren. Ctrl-C. Dus dit is nog preciezer. Dit is dus nog een nauwkeurigere methode. Weer naar Rotate. Even op die vorm drukken. Dan je pivot point verplaatsen. Naar de goede plek. Close. Rotate. En Ctrl-V. 25 graden. Maar ik ga naar links. Dus zet hem een minnetje ervoor.
En op deze manier kun je dus ook vormen draaien. Je ziet nu wel dat omdat ik in een andere laag ben gaan tekenen, dat is makkelijk, want daardoor is die blauwe lijn, die kan ik ook weghalen. Die heb ik niet nodig. Deze vind ik wel fijn om die ook weer toch weer eens te draaien, maar dan nu 90 graden. En dan heb ik ze mooi bij elkaar staan. Hier doe ik hetzelfde bij. Alleen hier heb ik maar een heel... Ja, dit is eigenlijk mijn enige referentielijn. Daarom ga ik die toch... Ik ga hem op die snelle manier doen. Die is iets minder nauwkeurig, maar ik heb eigenlijk nog nauwelijks verschil kunnen merken. Het is 7,177 graden dat hij moet draaien. Even terug naar mijn kladblok. Oh, nee, geen Word. Nee, man. Dit keer heb ik dus 7,177. Die ga ik ook weer Ctrl-C'en. Ik moet deze vorm dus die draai meegeven. Check de vorm. Zet dat pivot point dus waar je hem wil hebben. En dat is hier ergens. Want daar heb ik gemeten. Dus hier heeft hij die hoek. En of die nou hier op de lijn staat. Of die nou hier op de lijn staat of daar. Dat maakt eigenlijk niet uit. We gaan hem die draai geven. Ctrl V. Minnetje ervoor. En dan komt het goed. Hetzelfde hier. Gaan we weer even 90 graden draaien. Dit keer kan ik dat gewoon doen door hem vast te pakken en dan 90 te toetsen. Dan heb ik die ook goed staan. Dan staan ze mooi boven elkaar. En dan de laatste, dat is deze. Die heeft eigenlijk maar één recht referentiepunt. Dat is de vloer, dat is deze. Dus ook die ga ik weer even meten. Ja, of deze vloer natuurlijk, dat maakt niet uit. Die. Ik pak weer de... Measure tool. Dit keer. Deze vind ik toch wel heel belangrijk. Dat hij echt rechtop staat. Ik ga weer even die hulplijn tekenen. Meet weer even mijn hoek. Nou, hier kom ik eigenlijk niet tussen. Ik kan hem. Oh ja, kom er wel tussen. Moet ik even. De hoek is dus 5,7496. Schrijf hem er even op. 5,7496. Ctrl-C. Close. Rotate. Even die vorm aanklikken. En vergeet niet deze ook mee te nemen. Dus met Shift kan je die andere dingen erbij... selecteren. Dat moet je niet vergeten, want als je dat één keer doet, dan ben je ze kwijt en dan staan ze niet meer op de goede plek. Dus vergeet dat niet. Ctrl V. Gaan weer naar rechts draaien, dus ja, moet een minnetje bij. En eigenlijk heb ik nu niet eens mijn pivot point verplaatst, maar ik heb het gewoon de hele vorm die draai gegeven, dus ja, het is prima. En misschien hoef je dus die pivot points helemaal niet goed te zetten. Zo, hij staat perfect. En ik ga hem draaien. 90 graden. Nee, nog een keer 90 graden. En nog een keer 90 graden. En dan staat hij mooi rechtop. Nee, niemand is perfect. Dus, die gaat hier naartoe. En die ook. Het is natuurlijk met veel werkstukken misschien helemaal niet zo belangrijk om dingen recht te zetten. Maar stel nou dat je te maken krijgt met een nerfrichting in je materiaal. En je wil dat die nerfrichting in een bepaalde richting loopt. Bijvoorbeeld vanwege een constructie of bijvoorbeeld vanwege gewoon omdat het er mooi uitziet. Dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je vormen goed kan draaien. Daarom is deze oefening ook echt belangrijk.
Voordat we verder gaan, maken we eerst een proefstuk, uiteraard. En dus ga ik een stukje van de tekening even gebruiken als proefstuk. Dat doe ik door gewoon een rechte lijn te tekenen en eerst een kopie te maken. Dus ik klik hem aan, ik klik een vorm aan, dan druk ik op Ctrl en dan maak ik een kopie. En dan gebruik ik een rechte lijn om een stukje uit de tekening te knippen. Close. En dan zie je hier Rejoin Trimmed Sections Automatically When the Form is Closed. Nou, die is heel fijn om aan te hebben staan, want wat ik nu doe, als ik deze helemaal knip, dan is dit automatisch ook weer een vaste vorm geworden, een dichte vorm geworden. En dan hoef ik ze niet meer te joinen zoals we dat eerder wel eens hebben gedaan. Dus op deze manier. Hetzelfde wil ik doen met waar deze in komt. Nou, en dat is daar. Dus daar ga ik ook een stukje uit de tekening knippen. Nu maak ik ook van deze een kopie. Close. En hier ga ik ook even een stukje uitknippen. En misschien wel even iets meer dan één. Ik ga er zelfs wel drie uitknippen, want dan kan ik een mooi proefstuk maken. Dan kan ik drie verschillende maken. Zo. Ga een mooi zo neerzetten. Maakt er eigenlijk niet zo heel veel uit, maar dan heb ik net iets meer body. Met de N kan ik hem iets langer maken. Zo. Als ik dat niet doe, dan kan ik hem namelijk niet knippen. Zo. Kijk, en nu wordt het automatisch één vorm. Je zag ze van kleur veranderen, dus ze zijn ook van de laag veranderd. Deze vind ik wel fijn om die nog even een keer recht te zetten. Dus dat doe ik dan weer met een meetgereedschap. Zo. We hebben een hoek van 1,34. Dat kan ik onthouden. 1,34. Selecteer de vorm. Min 1,34. Enter. En dan staat hij ook mooi recht. Geen pivot point gedaan dus. Oké, ik hoop dat ik je daarmee geholpen heb. Dat je dat niet meer gaat doen. Nu gaan we even een close look nemen. Even een klein stukje hiervan. En dan zie je dat in de vorm van de zitting en de leuning, dat daar een soort uitstulping is gemaakt. En die uitstulping is gemaakt om hem lekker te laten klemmen. Je kan er gewoon voor kiezen om die erin te laten zitten. Dat is hartstikke goed. Je mag ze er ook uithalen als je dat fijn vindt. Dat kan gewoon door een aantal punten te verwijderen. Delete point bijvoorbeeld. En hier ook delete point. We gaan even inzoomen op die tekening en dan zie je dat hier een soort uitstulpingen zijn gemaakt. En die zijn ervoor zodat die hier mooi in past. We moeten natuurlijk eerst even weten hoe breed die nou eigenlijk is, dit gat. Want dat bepaalt, dat is maatbepalend voor de dikte van onze plaat. En dus gebruik ik weer even de Dimensions tool, maar nu op de Length Dimension. 2 decimalen is voldoende. Dan krijg ik 18,2. En dan zie je dat het verschil is dus 2/10 millimeter. Dat hebben ze als referentie gepakt. Nou, mijn plaat is 19,3. En als ik 19,3 heb, even checken, heb ik 19,3? Ja, 19,3. Oké. Dan wil ik dus een verschil van 2/10, dus dan moet die 19,5 worden. Dus ik wil dat dit gat eigenlijk 19,5 wordt. En dan druk ik op de N en dan krijg ik mijn notes. Hij is nu 18,2. En het verschil tussen 18,2 en 19,5, dat moet ik delen door 2. Want ik wil dit gedeelte een stukje naar rechts en dit stukje een gedeelte naar links. Dus 19,5. Min 18,2. Dat kun je natuurlijk uit je hoofd.
Maar als ik aan het tekenen ben, dan stopt mijn brein met nadenken over rekensommen. Dus ik gebruik altijd een rekenmachine. 1,3. En 1,3 moet ik delen door 2. En dat is 0,65. Dat is wat ik op moet schrijven. Ctrl-C. En ik meen dat heel serieus. Ik kan heel goed hoofdrekenen, maar niet als ik aan het tekenen ben. Dan staat dat deel van mijn brein uit. Deze punten wil ik gewoon verplaatsen. En niet zoveel, maar 0,65. Enter. En dat doe ik aan deze kant ook. 0,65. Enter. En als het goed is, heb ik natuurlijk nu een gat van 19,5. Kijk eens aan. Dat is stap 1. De volgende stap is om deze aan te passen. En hier moet ik ook even eerst checken wat is de maat eigenlijk. Hier hebben ze een tiende eigenlijk, hebben ze hem krapper gehouden. Nou, dat vind ik wel heel spannend. Ik ga toch uit van gewoon 19,3. Dus ik wil het verschil weten tussen 17,9 en 19,3. Dus 19,3 min 17,9 is 1,4. Dat is het verschil. Dat moet ik weer delen door 2. Is 0,7. Dus 0,7 moet mijn gat naar links en ook naar rechts. Note edit mode. Ik ga hem opschrijven. 0,7. En hier ook een keer 0,7. Enter. Dit is mijn eerste proefgat. Check. 19,3, exact de dikte van mijn plaat. Dan kan dat ook nog best wel eens zijn dat dat te weinig is. Dus hier maak ik er nog eentje. En die ga ik een tiende groter maken. Oftewel, hij moet 0,75 naar links en 0,75 naar rechts. Dus hetzelfde verhaal. 0,75. En let vooral op die punt, geen komma's. 0,75. En hier ga ik hem nog een keer groter maken. Dan maak ik hem zelfs 0,8. 0,8. En hier ook 0,8. Wel, escape gaat niet goed. Gewoon opnieuw. 0,8. Wel even checken of ik het goed heb gedaan. 19,4. En 19,5. Nou, en nu heb ik genoeg passingen om even te checken of dit allemaal mooi in elkaar gaat passen. En bovendien niet alleen dat. Ik kan ook kijken of ik de goede frees heb gepakt. Ik kan ook zien of mijn HPL mooi blijft als ik ga frezen. Dus dit is zeg maar stap 1 die je gaat doen. Dit deel wil ik eigenlijk eerst uitfrezen. Die ga ik even Ctrl-C'en. Ctrl-C. En ik ga ook tegelijkertijd deze tekening even opslaan. File, Save As. Dit is mijn Valovi-chair. En die zet ik natuurlijk op in mijn mapje dat ik heb gemaakt van Lovichair. En het is de V-curve. Dit deel hoef ik natuurlijk niet gelijk uit mijn plaat te frezen. Daar gebruik ik gewoon een kleine proefplaat voor. Of misschien een stukje van mijn plaat. Maar misschien kun je beter gewoon een klein proefstuk maken. En dat doe ik even in een nieuwe plaat. Ik heb nog steeds die Ctrl-C, dus ik kan gewoon een nieuwe. Ja, eigenlijk gewoon een nieuwe. File maken. Create a new file. Nu neem ik gewoon een proefstuk, wat misschien de 300 bij 300 is, of misschien is je proefstuk iets groter, iets wat je uit de afvalbak kan vinden. Heeft verder dezelfde instellingen, Ctrl-V. En dan staan ze daar. Zet ik ze in de plaat en ga ik ze daar uitfrezen. Dit is mijn stap 1. Ben ik tevreden zometeen en weet ik hoe ik mijn gaten aan moet passen, dan ga ik weer terug naar mijn
tekening die ik heb gemaakt. Dit is de Valovi chair. Deze moet ik natuurlijk opslaan. Ik wil hem opslaan, yes. En dit is mijn Valovi proefstuk. Ik ga terug naar mijn Valovi chair. En nu moet ik natuurlijk wel al die gaten gaan aanpassen. Maar ik heb die tekening al een stuk verder opgeschoten. Bovendien moet ik ook nog gaan kijken of dit gaat passen hier. En ik moet nog even uitzoeken wat is hier eigenlijk aan de hand. Nou, als je de tekening nog een beetje in je hoofd hebt, dan zie je dat die voorpoot die schuift over die zijwangen. Of over die zijpoten eigenlijk. Of die zij... En dan zie je aan die poot hieronder een heel mooi uitstulpingje. Die is bedoeld voor in dit gaatje. En als het goed is, is deze ook iets minder breed dan 18. Of, ach ja, zie je, hij is 16,21. Dus ook hier moet ik een aanpassing doen, zometeen voor mijn dikte van mijn plaat. Nou, twijfel je of je dit in één keer goed doet, maak dan ook hier een proefstuk voor. Dus knip dit ook uit. Knip dit ook uit en maak er gewoon een proefstuk van. Want ja, zometeen ga je frezen in je dure plaat met HPL erop. En dat zou zonde zijn als je dan... Nou, je snapt wat ik bedoel. Weet je niet meer welke onderdelen je eigenlijk allemaal nodig hebt? Nou, dan is dit de laatste tip die ik ga geven. Ga naar File, Import, Vectors en laat gewoon opnieuw de tekening in. Het maakt niet uit wat je allemaal in beeld hebt staan. Als je maar geen bewerkingen aan de lijnen hangt, is er verder niks aan de hand. Nu kun je dus weer even natellen hoeveel van die vormen je overal van nodig hebt. Want je moet ze zo meteen wel weer allemaal uit gaan printen. Of uit gaan frezen. Dus tel gerust even die delen weer na. Zodat je weet wat je moet gaan doen. Nou, ik denk dat je hiermee een heel eind vooruit kan. Het was een lange video, een lange zit. Ik wil je bedanken omdat je bent blijven kijken. En als je vragen hebt, kom gerust bij me. Nogmaals, heb je vragen over V-Carve en wil je echt veel leren? Learn Your CNC. Echt heel goed kanaal. Ik kan er echt aanbevelen om dat te gaan volgen als je nog veel meer interessante dingen wil leren. Heel veel succes met het maken van de Valovi Chair. Het wordt vast heel tof. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende.